Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal bij ons tweede politieke café van dit jaar vanuit Café Dudok. We gaan vandaag praten met en over lokale partijen. Hilversum telt er op dit moment twee, Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum. Maar sinds de afsplitsing van Peter van Westing van die laatste partij is er nog een partij bijgekomen. Om vast te stellen wat die partij nu is en wil, praten we erover met de heer Van Westing. Hartelijk welkom, meneer Van Westing. Dank u wel, meneer Schotten. Meneer Van Westing, u was lijsttrekker bij de vorige verkiezingen, vervolgens fractievoorzitter en ineens stapt u al bij Leefbaar Hilversum. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, volgens mij heb ik dat al eerder uit de doeken gedaan. Interne conflicten binnen de partij en ik heb ook toen gezegd, en dat zeg ik nu weer, dat ik over de inhoudelijkheid daar niet over naar buiten ga. U wilt daar niet over? Fractieaangelegenheid, nee. Oké. Okay. Maar u vond u zelf wel zo belangrijk dat u uw titel, persoonlijke titel, hebt gehouden? Ja. Ja, wat is precies uw meerwaarde dan? Nou, het aantal stemmen dat op mij als persoon is uitgebracht, dat heeft niet alleen maar te maken met het feit dat je lijsttrekker bent, maar ook hoe je als persoon bent. En dat is voor mij de reden geweest om alleen verder te gaan. Maar normaal gesproken, iedereen stemt toch altijd op nummer 1 van de partij? Dat is niet waar. Dan zou het erg saai worden in Nederland, dus dat ben ik niet met u eens. Oké, dus u zit er voor uw eigen kiezers, vindt u? Voor mijn eigen kiezers, ja. Ja, u zit er. U zit alleen in de gemeenteraad niet. Welk programma voert u dan nu uit? Ik heb toen drie speerpunten aangegeven die ik heel belangrijk vind om uit te dragen voor de komende periode. Ik kan natuurlijk geen verkiezingsprogramma maken, want die zijn er eenvoudigweg niet. Dus ik focus mij met name op de leefbaarheid van Hilversum, ex-sociale mo, maar... Leefbaar Hilversum vind, dus, ja. Ja, nee, ik vind als je kijkt naar de verhuftering van onze samenleving, mensen die weinig rekening houden met elkaar, alles op straat gooien, stoepjes niet vegen als het sneeuwt. Nou, ik wil daar aandacht voor vragen dat wij gewoon wat dat betreft ook nog iets van oude tijden kunnen leren. En dat we daar wat meer aandacht op zouden moeten zeggen. De mindset van mensen mag er wel iets in veranderd worden, vind ik. En wat nog meer? Dat is het belangrijkste punt. Belangrijkste punt. Ja, ouderen en zorg vind ik een heel belangrijk punt. Ja. Hilversum vergrijst, als je het vergelijkt met de rest van Nederland, twee keer zo snel. Ja. En ik vind dat het beleid wat nu niet uitgedragen wordt door de gemeente, ik vind dat er te weinig naar de periode over 3-4 jaar wordt gekeken. En dan gaat ouderenzorg een heel groot probleem worden. Ja. En ik vind dat we daar met z'n allen meer aan zouden moeten doen. Maar u heeft dus eigenlijk geen programma? Nee, ik heb geen programma. U heeft helemaal geen programma. Nee. Maar wat gaat u dan in de toekomst doen? Voelt u zichzelf een lokale partij? Ja, ik voel mezelf zeer een lokale partij, omdat ik ook uit de buurtbeweging zelf in de raad ben gekomen. En voert u nog het programma van Leefbaar Hilversum uit dan? Nou, gedeeltelijk. In een aantal punten van LH, die gaan mij zeer aan het hart. Ik heb het gehad over de leefbaarheid, hebben we dat gehad. En ik vind dat gewoon belangrijk. Maar op welke punten verschilt u dan van Leefbaar Hilversum? Op welke punten? Ja. Nou, dan weet ik denken dat ik geen financieel expert ben. Dus alles wat Leefbaar Hilversum op dit moment altijd doet met hele goede inhoudelijke kennis omtrent de begroting en dat soort dingen, dat is niet zo mijn ding. Dat zeg ik ook eerlijk. Ja. Dus daar ga ik de komende anderhalf jaar ook geen speerpunt van maken. Ik vind je moet blijven bij je leest. Ik vroeg waar verschilt u in van Leefbaar Hilversum? Nou, wat ik al zeg. Ik denk, zij hebben een grotere fractie, kunnen dus meer punten uitdragen. Ja. Ik ben alleen, dus ik moet gewoon kiezen tussen de dingen die ik belangrijk vind. Nou, ik heb gelukkig sinds kort een... Maar verschilt u in die punten die u belangrijk vindt dan van Leefbaar Hilversum? Nou, niet zoveel, nee. Niet zoveel? Nee, en ook niet zoveel van Hart voor Hilversum. Dus u zit eigenlijk... Want we zijn een lokale partij en dat ben ik ook, dus het zou raar zijn als die punten heel ver uit elkaar zouden liggen. Dus we hebben eigenlijk twee Leefbaar Hilversum. Nou, dat weet ik niet of je dat zo moet zeggen. Ik bedoel, Leven Hilversum is Leven Hilversum en ik heb mijn eigen weg gekozen. Ja. En daar laat ik het voorlopig even bij. Daar laat u het voorlopig bij. Gaat u, u gaat nog verder tot volgend jaar? Ik ga gewoon deze hele periode uitdragen. En vandaar? Ja. En daarna? Dat weet ik nog helemaal niet. Gaat u verder met uw partij? Daar ben ik nog niet zo mee bezig. Het belangrijkste is, de komende anderhalf jaar zijn er heel veel dingen toen in Hilversum. Ja. Met name als je kijkt naar ruimtelijke ordening, grote projecten die gaan lopen. Het HOV krijgen we langs. Dat kost op korte termijn energie genoeg om me daarop te richten. En ja, ik ben al eerder in gesprek geweest vanuit LH om te kijken of je als lokale niet één vuist zou moeten maken. Oké, gaat u zich aansluiten bij een andere partij die dan? Die mening heb ik nog steeds. Ja. Alleen ik denk dat we daar gewoon een keer over met elkaar in gesprek moeten gaan. Ja, maar wie gaat dat organiseren nou? Ik heb geen idee. U zelf niet? Oh, jawel hoor, maar op dit moment nog even maar niet. Maar u gaat niet door als eigen partij, begrijp ik. In eerste instantie niet. Nee, niet. Dus volgend jaar is het klaar met de politiek? Nee, in eerste instantie niet. Dat is niet wat mijn voorkeur heeft. Want ik vind drie lokale partijen vind ik niet goed voor Hilversum. Ik zou eigenlijk gewoon graag één sterke lokale partij. En dat heb ik ook nooit verzwegen. En maar er waren er twee, u heeft er drie van gemaakt. Ja, soms kan dat zo gebeuren. En dat is ook niet mijn keuze geweest om dat te doen. Nee, maar u wil wel bij een lokale partij blijven? Ja, ik ben een lokaal iemand. Ik vind lokale politiek wil ik vooropstellen, los van alle landelijke tendensen. Kun je daar gewoon sterker je eigen pad in kiezen. En daar ben ik een bepaald voorstander van. Ja, maar u sluit zich niet aan bij Hart voor Hilversum bijvoorbeeld?
Weet ik niet. Dat weet je niet. Wij hebben een goed contact onderling, Hart van Hilversum en ik. Ja, we hebben ooit eens in ons programma gezeten met Leonie en met u. Leonie ziet het vooral vandaag ook. Maar dat komt omdat ik de persoon Peter van Wensink ben. Of nou leef bij Hilversum zit of bij de PVW. Ik vind gewoon vanuit mezelf dat we gewoon eigenlijk met één lokale partij verder zouden moeten. En daar moeten we dan binnenkort maar weer eens met elkaar over in gesprek gaan. Dat lijkt me een heel goed idee. Wat is uw bijdrage nou op dit moment in de gemeenteraad? Kunt u wat wapenfeiten noemen van u? Wapenfeiten zelfs? Ja, iets wat u gepresteerd heeft de laatste tijd. Nou, niet zoveel eigenlijk, denk ik. Niet zoveel? Niet zoveel dat de krant haalt, laat ik het dan even zo zeggen. Okay. Maar daar ben ik ook blij dat ik... Ja, als eenmansfractie is het natuurlijk heel lastig om een vuist te maken. Dat maar dat wist u toen u ermee begon, toch? Dat wist ik ook, maar daarom zeg ik ook al, dat weet ik van tevoren. En ja, ik kan dat natuurlijk niet op stel en sprong veranderen. En die onderwerpen die u niet meer doet, wat doet u daar dan bij? U heeft 3 speerpunten genoemd, hè? Ja. Ik zal het nog even herhalen. Veiligheid, handhaving en ouderenbeleid. Ja. Maar als we het bijvoorbeeld over onderwijs hebben, dan heeft u daar geen mening over? Natuurlijk heb ik daar een mening over. En wij zijn ook gewoon nu bij alle zaken aanwezig. Want sinds kort heb ik een zeer fanatieke fractiemedewerker. Ja. Die zich erg richt op met name ruimtelijke ordening. Is een stedenbouwkundige die hier 20 jaar in Hilversum woont. Dus ik ben gewoon blij dat ik iemand heb waar ik samen de dingen mee kan delen. Ja. En wij dus ook nu weer samen alle commissievergaderingen vanuit de PVW aan kunnen schuiven. Ik moest altijd een keuze maken van of ik ben hier of ik ben daar. Ja. Daardoor kun je veel minder zichtbaar zijn. En ik ben blij dat ik dat nu in ieder geval met een tweemansfractie in ieder geval wat beter kan aanpakken. Dus dat is heel mooi. Heeft u nog eigenlijk ambities in de politiek? Ja, ik wil de komende 1,5 jaar op de punten die ik heb aangegeven, wil ik de PVW een eigen gezicht geven. Ja. Dat betekent dat wij ook nu bezig zijn met het opzetten van een hele eenvoudige website waar we elke week onze stukjes op gaan schrijven. Waar onze visie op komt te staan ook voor de komende periode. Dus alleen... Ja, ik moest het naast mijn huidige werk doen. Ja. Eigenlijk voor een groot gedeelte alleen. Dus dat kun je niet van de ene op de andere af hebben. Maar omdat we dat nu samen kunnen doen, krijgt de CPB Body, krijg je ook meer zin in om dingen op te pakken. En dat betekent dat in de loop van april wij onze eigen website hebben waar mensen ons op kunnen volgen. Dus dat niet heel veel energie steken in iets terwijl u er toch straks weer afscheid van gaat nemen? Nee, ik vind dat is mijn plicht. Ik vind als je als raadslid gekozen bent, dan moet je ook voor de volle 4 jaar gaan. En dan moet je ook de energie die je hebt, die moet je gewoon aanwenden om je ook te laten zien. Hm. En dat heb ik ook nooit onder stoel of banken gestoken. Ik ben ook bewust minder gaan werken toen de tijd. Omdat ik raadslidmaatschap werk belangrijk vind. Dat kun je niet naast een 40-uurige werkbaan doen. Daar moet je gewoon tijd voor inruimen. Ja. En anders doe je het niet goed. Oké. Okay. Kunt u nog één belangrijk ding noemen wat u de laatste maanden gezegd of gedaan heeft, waardoor wij herkennen de Partij van Wisting? Nee, ik heb afgelopen keer heb ik een motie ingebracht, trouwens van Milieuzaken over Annashoeven. Ja, iets met zink, hè, geloof ik of zo. Ja, wat was dat precies dan? Nou, wij willen eigenlijk heel graag dat je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt. En de gemeente pretendeert ook dat ze dat hebben. En denk van, nou, het is toch een kleine moeite dat als je grote bouwprojecten start, dat je in ieder geval de ondernemers op wijst dat zinkgebruik gewoon niet goed is voor het milieu. En ik vind. En die motie heeft het gehaald? Nee, die heeft het laatst niet gehaald. Die is gezonken. Ja, maar niet omdat niemand het met ons eens was, gelukkig. Okay. Maar de coalitiepartij, als die nee zeggen, houdt gauw op. En dat is met heel veel moties op dit moment het geval. Dat vind ik wel jammer. Laatste vraag, wat gaan we nog van u horen de komende tijd? Nou, wacht het af, zou ik zeggen. Ja? Ja. Oké. Okay. Wacht het af. Ik weet niet, zijn er nog mensen die ook nog een vraag hebben aan meneer Van Wensink hier? Nee? Het blijft stil. Het blijft ontzettend stil. Oké. Okay. Mag ik u danken voor het interview en veel succes wensen in de toekomst. Idem, dank u wel. Welkom terug. We gaan verder met de grootste lokale partij van Hilversum op dit moment, Hart voor Hilversum. Bij de vorige verkiezing haalde de partij 3 zetels, maar door de overstap van Karen Walters van de SP hebben ze nu 4 zetels in de raad. 1 van de raadsleden is hier aanwezig, namelijk Hans Roos. Hartelijk welkom, meneer Roos. Dankjewel. Meneer Roos, u bent al heel lang actief in de politiek, maar van vele jaren voor de partij D66. U bent er echter gestopt om vervolgens terug te keren bij een plaatselijke partij, een lokale partij. Waarom eigenlijk? Met name voor Hart voor Hilversum. Niet zomaar een lokale partij, voor Hart voor Hilversum. Want als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van die lokale partij, dat is een partij die opgericht is door en voor de Hilversummers. Ja. We staan midden in de Hilversumse samenleving. Ja. Als ik kijk hoe wij nu met een fractie van 8 mensen, 4 mensen in de raad. Maar ook 4 fractiemedewerkers, die kei en keihard werken. Ja. En die midden in de Hilversumse samenleving staat. Ja, we zijn nu een paar jaar bezig. Als ik daarop terugkijk, dan ben ik daar heel erg trots op. Ja,
Maar u heeft nog niet aangegeven waarom u nou bij D66 bent weggegaan, want dat was ook de vraag. Hè? Ja, maar dat is ook alweer heel lang geleden. Ja. En nou, maar D66 is in Hilversum ook een hele grote partij. Als ik dat hele proces moet samenvatten, dan zou ik zeggen voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht. Ja. Dat is heel vaag voor de kijkers in Hilversum. Weet u dat nou? Ja, dat denk ik wel. Die willen we toch wel weten. Nou, naarmate je langer in de politiek zit, ga je ook het belang van een lokale partij onderkennen. Maar u had ook dan ook in de tijd bij Leefbaar Hilversum kunnen gaan. Dat was toch ook een grote partij in Hilversum? Leefbaar Hilversum heeft een hele nadrukkelijke stempel gezet op het politieke klimaat in Hilversum. Dat wil ik zeker niet ontkennen. Ja, maar daar voelde u zich niet toe aangetrokken? Nee, daar voelde ik me niet toe aangetrokken. Maar ik was in die tijd lid van D66. Dus ik heb in die tijd nooit overwogen om over te stappen naar Leefbaar Hilversum. Nee, maar Leefbaar Hilversum... Maar het feit dat die partij... Als lokale partij. De heer Nagel heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Ja, die zien we straks nog even, ja. Maar dat die partij met 9 zetels zomaar in de Hilversumse gemeenteraad komt... Dat is eigenlijk al een bewijs dat lokale politiek meer en meer in belang toeneemt. Oké, u bent onder andere van mening, en dat heb ik even gelezen... dat je met een plaatselijke partij meer kunt bereiken... omdat je sneller kunt schakelen en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ja. Citaat van u. Ja. Maar kun je nou ook meer bereiken als lokale partij dan? Wij zijn niet geworteld in eeuwenlange historische tradities die je soms bij landelijke politieke partijen tegenkomt. Diep gewortelde filosofieën. Nogmaals, ik kom terug op het feit dat wij midden in die Hilversumse samenleving staan. Ja. Wij krijgen signalen, we hebben meer dan 100 leden, onze vereniging. Ja. Wij krijgen signalen van onze leden en we kunnen snel acteren. Ja, maar doen we dus ook. Misschien moet ik daar een voorbeeld van. Maar mijn vraag was, kun je dan ook meer bereiken? Want u zegt, we kunnen snel acteren. Dat klopt, dat was uw stelling ook. Je kunt snel schakelen en dingen. Maar kun je ook meer bereiken als partij? Je kunt als oppositiepartij niet veel meer bereiken dan een partij die in de coalitie zit. Maar ik wil u toch een paar voorbeelden geven van dossiers waar wij extra aandacht aan gegeven hebben. En waaruit blijkt dat als je nou maar gewoon volhoudt, dat je ook kansen op slagen hebt. Een prachtig voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is het Gomarishof dossier. Ja, die best kennen we. Ik heb me daar zelf stevig mee bemoeid. Ja. Vond het een ongelooflijk belangrijk dossier, want we praten hier over de directe relatie tussen een overheid en burgers. En wat zie je nou in Hilversum gebeuren als een overheid in dat contact met burgers fouten maakt? Ja. En hoe gaat ze daarmee om? Okay. Nou, ik neem aan dat u de publicaties over dat dossier hebt gelezen. Het dossier is nu afgesloten ook, heb ik begrepen. Het dossier is door dit college afgesloten. Er zijn excuses gemaakt door de gemeente. Ja. Wij hebben gepleit voor een raadsonderzoek naar dit dossier. Ja, nou, de gevestigde partijen, meneer Scholten, die voelden daar niet voor. Nee. We zijn toch doorgegaan en uiteindelijk is er een extern bureau geweest, Qualitate Quo, die heeft onderzoek gedaan naar dit dossier. En de onthullingen daarin waren schokkend. Ja. En dat zijn met name politieke argumenten en punten waar Hart voor Hilversum aandacht voor vraagt. Prima. Maar ik wil niet... Meneer Scholten, fatsoenlijk bestuur. Ja. Een overheid die netjes omgaat met haar burgers. Okay. Dat vinden wij van heel groot belang. Punt gemaakt. Maar andere dingen die uw partij bereikt heeft, behalve de Gomaris? Wij hebben ons enorm ingezet voor het behoud van buurthuizen. Ja. Dit college wil buurthuizen zomaar gaan sluiten. Ja. Nou, in een tijd waarin het ontzettend moeilijk is voor burgers, hè, want laten we ons daar niet in vergissen. Er gebeurt heel veel met burgers die van allerlei lasten op zich af zien komen. Het is van belang dat je als lokale overheid die sociaal-maatschappelijke cohesie in buurten in stand houdt. Ja. En buurthuizen spelen daar een hele belangrijke rol in. U gaat op de barricade voor de buurthuis. Ik wil dan toch eens even terug naar de speerpunten van uw partij bij de vorige verkiezingen. Want het ging toen vooral om burgerparticipatie en uw partij wilde zelfs een buurtbureau introduceren. Dat is het dus niet gekomen. Nog niet. Nee. 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 Maar wij blijven daar zeker op hameren. En ook het buurtbureau zal in de komende verkiezingen voor Hart voor Hilversum een belangrijk onderdeel vormen. Maar is dat reëel om te veronderstellen dat het eruit komt? Want ik merk niet dat de handen op elkaar gaan in Hilversum daarvoor.
Nee, maar wij hebben wel meer dingen voorgesteld waar de handen niet voor op elkaar gaan. Kijk, zo werkt het in de politiek niet. We blijven wel trouw aan onze uitgangspunten. En ook dit punt zal in ons verkiezingsprogramma terugkomen. Ja, en die burgerparticipatie. Ik zag laatst dat er zelfs door de gemeenteraad op bezuinigd werd op de burgerparticipatie. Nou, dat geeft dan heel goed aan wat het klimaat op dit moment in ons mooie grote gele raadhuis is. Dat is niet ons klimaat. Wij vinden dat burgers meer en meer naar hun mening moet worden gevraagd en moet worden betrokken in de plannen die dit college met elkaar aan het bekokstoven is. Maar hoe gaat u dat dan realiseren? Hoe we dat gaan realiseren, dat weet ik zelf ook toch niet. Maar het is niet zo ingewikkeld als men nu doet veronderstellen in het raadhuis. Burgerparticipatie is ook gewoon doen. Ja. En als je als college een bepaald plan hebt voor een bepaalde wijk, dan moet je je realiseren dat de kennis en de kunde over die wijk in die wijk zelf zit. En die moet je raadplegen. Ja. Die mensen die moet je gewoon de gelegenheid geven om mee te denken. En dat voorkomt een heleboel problemen in het verdere verloop van zo'n project. Ja. Was dat ook niet de En dat moet je gewoon doen. En dan kunnen we wel van allerlei participatietrapjes maken en bouwen. De bureaucratie ten top. Maar burgerparticipatie moet je gewoon doen. Ja, was dat ook niet iets met buurteffectrapportages of zo, waar je het ooit over had? Ja, nou ja, goed, dat is een ander, misschien een wat ingewikkelder woord voor burgerparticipatie. Maar meet nou eerst eens vooraf het effect bij burgers als je bepaalde plannen hebt in een wijk. Ja. U bent er voorstander van dat alle lokale partijen in Hilversum zich verenigen in één partij, heb ik gelezen. Nou, ik ben voor samenwerking. Ik ben zeker. Heeft letterlijk volgens mij gezegd dat ze zich gingen verenigen in één partij. Ja, ik weet niet waar u dat gelezen heeft. Nou, maar, op de site van Hart voor Hilversum. Laat ik vooropstellen, lijkt een betrouwbare bron, of niet? Ja, laat ik vooropstellen dat ik daar helemaal niet over ga. Nee, maar u bent er dus geen voorstander meer van? Nee, ik ben voorstander van samenwerking. Oké, maar niet van samengaan. Maar daar ga ik niet over. Bij Hart voor Hilversum gaan de leden daarover. Nee, dat snap ik, maar u heeft er zelf wel mening. Bent u er nou voorstander van of niet? Zegt u van één lokale partij of drie? Daar waar we kunnen samenwerken vind ik dat prachtig. Maar voor mij is van belang dat Hart voor Hilversum een partijprogramma heeft. Die heeft bepaalde politieke doelstellingen. Die willen we bereiken. Ja. Als er andere zichzelf lokalende partijen bij zijn die dat streven willen gaan ondersteunen, zijn ze van harte welkom. Ze kunnen zich alleen aansluiten bij u dus. Nou, ik voel er, maar dat is dan mijn persoonlijke mening. Ik voel er helemaal niets voor om onze idealen nu maar even in te ruilen vanwege de samenwerking. Mag meneer Van Westing naar u toe komen? Ja, iedereen mag iedereen mag meedoen. Iedereen mag naar u toe komen. Maar u gaat niet proberen om als diegene zegt, Hart voor Hilversum, dat vinden we een prachtige club. Goede punten, daar wil ik aan meedoen. Maar dan is iedereen van harte welkom. We hebben van de week een kleine poll gehad op de dichtbij-site. En mensen gevraagd, gaat u bij de volgende verkiezing op een lokale partij stemmen? Ja. Nou, maar een kleine poll. Maar 1/3 zei van, nou, wij willen misschien wel op een lokale partij gaan stemmen. Ja. Wat hebben we eraan als er dan weer straks 3 partijen om die stemmen gaan zitten vechten? Dan kun je toch beter 1 lokale partij hebben die al die stemmen haalt? Dan hebben we weer 3 verbrokkelde partijtjes. Ja, maar er zijn meerdere partijen in Hilversum. Ja, nee, u zegt toch ook niet tegen de Partij van de Arbeid en de SP, jongens, dat socialistische gebrokkel, ga maar bij elkaar zitten. Nou, dat zijn ook 2 afzonderlijke partijen. Dat zijn partijen. Toch andere dingen, ja. Ik heb nog 1 vraag eigenlijk. Die gesprekken met Peter Van Westing gaan dus niet gebeuren. Met Leefbaar Hilversum dus blijkbaar ook niet. Nee, wij gaan met iedereen in gesprek die ons programma ondersteunt. Oké. Nou, dan heb ik nog 1 hele belangrijke vraag aan u, waar u zich altijd heel sterk voor heeft gemaakt. Komt die haringkar dan op het station? Ik kwam hier vanmiddag en ik stond met enige droefheid in mijn ogen naar dit plein te kijken. Ja. Ik vond dat idee van die haringkar, dat is niet mijn idee. Hè? Dat nee, is ontstaan. Nou, u heeft het altijd sterk voor gemaakt. Ja, nee, maar dat las ik op enig moment in de Gooi in Eembode of op de dichtbij-site. Ik vond dat een hartstikke leuk idee. Ja. Hè, kijk nou toch eens naar zo'n droevig, treurig plein waar je alleen maar opgestapelde fietsen zit. En zo'n haringkar gaat dat mooier maken, vind je? Ik dacht om nou eens een begin te maken, en dat werd voorgesteld op de site. Laten we daar nou gewoon eens een oer-Hollandse haringkar neerzetten. Vond ik gewoon een ontzettend leuk idee. Dus ik heb dat opgepikt en ik heb dat geprobeerd te ondersteunen. Ja. En ik ben van het kastje naar de muur gestuurd. Want dit terrein schijnt eigendom te zijn van de NS. Van de NS. Dus de gemeente heeft daar dan ook weer niets over te zeggen. En de NS die vond het ook wel een leuk idee. Maar ja, die stuurde me dan weer door naar een of andere manager in Utrecht.
En daar had ik eigenlijk ook niet zoveel zin in, want ik dacht, mensen, wat is het nou voor een ingewikkeld probleem om daar nou gewoon even een haringkarretje neer te zetten. Hier heeft altijd, jaar in jaar uit, lekker hoor. Zo, nou, dit was, dank u voor deze reclame-uitzending. Meneer Roos, nou, ik neem aan dat die haringkar alsnog als speerpunt in uw programma voor 2014 komt te staan. Nou, hij zal niet als speerpunt in het programma terugkomen, maar ik blijf zeker mijn best doen om gewoon daar een haringkarretje te krijgen. Wat is dat voor ingewikkeld probleem, zeg. Zijn er nog mensen die een vraag hebben aan meneer Roos van Hartvelversum? Ik kijk even om me heen. Nou, ik ben heel erg duidelijk geweest, geloof ik. Ja, ja, dat zal dan wel. Ik mag u heel hartelijk bedanken voor het interview en heel veel succes wensen met uw partij. Dankjewel. Kijk, nou, dit vind ik nou nog eens een goed initiatief, wat ik hier lees. Wat? Het college in Hilversum gaat 30 dagen niet drinken. Dat meen je niet? Ja, nou, echt, ja, ze blijven 30 dagen nuchter. Joh. Kunnen we die camera's op de groest ook wel een maandje uitzetten? Ja. Wat drinken die types eigenlijk? Nou ja, wat zou Renze drinken? Bier? Renze gaat voor bier, dat weet ik zeker. Ja. Mooie. Jekermeister, denk ik. Jekermeister. Ja. Broertjes is een man van de port. Dat zie je zo. Van de wand natuurlijk. Dreugen witte wijn. Ja. En John Boren van de Boren. John Loren. Lon. Die drinkt natuurlijk. Sherry. Denk ik. En Erik Boog dan? Oh, dat is leuk. Ik heb zijn moeder gisteren gesproken. Hij heeft gisteravond zijn eerste briezen gedronken. Ja. Hé, kijk nou. Wat lees ik nou? Boer zoekt publiciteit. John van Otterlo haalt hier ook weer het nieuws. Zo, ik dacht dat we daar voor goed vanaf waren. Ja, dat dacht ik ook. Maar nou, die op het platteland woont, begint hij waarschijnlijk opeens te lekken. Lekken? Ja. Gadver. Dan woont hij zeker naast een beerput. Nou, laren. Nou, volgens John zijn we niet helemaal eerlijk aan broertjes gekomen. Laat me raden, vriendjespolitiek? Ja. Ja, wat was nou het probleem? Ze mochten maar 10 van de 3 sollicitanten van de commissaris van de koningin uitzoeken. Die had die 120 weggehouden. Dus dat is, daar moesten ze hun keuze uitmaken uit die 10. Ook en dan dat. Heeft de broertjes dus eigenlijk gewoon geluk gehad dat hij daarbij zat. Ja, of Hilversum. Een van de 2. Je moet wat, hè, als je begraven bent op het platteland. Ik heb trouwens gehoord dat de gemeenteraad nou met een tegenactie komt. Oh, ja. Een actie van de gemeenteraad? Ja. Nou, dat mag in de krant. De hele raad, 30 dagen zonder seks. Ja. 30 dagen zonder seks? Nou, daar gaan we echt niks van merken. Oh, nee? Nee. Weet je wat we dan een maand lang krijgen? Oh ja, natuurlijk. Slap gelul. Ongelooflijk. Trouwens, die discussies hier, daar raak ik ook niet zo opgewonden van. Wat wil je? We zitten hier vandaag met de lokale partijen. Daar kun je net zoveel drank in gooien als dat je wil, maar er komt nooit iets zinnigs uit, hoor. Maar die van Westing, die zat toch in de wijnhandel? Ja, ja, die zat in de wijnhandel. Maar toen zijn partij iets anders ging drinken, toen haakte hij af. Oh, er speelde een drankprobleem. Ja, of hoe leefbaar wil je het hebben? Eén van die twee. Het is ook maar gewoon een dranklokaal, hoor. Ja, en nou heeft hij een eigen partij. Ja, hij heeft een eigen partij. Het is eigenlijk een oude wijn in een nieuwe zak. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Hey, maar die anderen die zuipen er ook flink van los, hoor. Die Huik van Hilversum. Wat zouden die nou gaan doen? Elke zaterdag, één keer in de maand, zouden ze bij Krandevuur voor de Hilversummer een borreltje of een kopje koffie aanbieden. Ja. Toen dat dankprobleem begon op te vallen, zijn ze maar gauw de illegaliteit weer ingedoken. Nou, dan boffen ze toch maar dat ze niet in het college zitten. Een maand zonder drank, ik moet er niet aan denken. Een maand zonder drank? Nee, ik ook niet. Wat dacht je trouwens van een maand zonder loempia's? Loempia's? Ja, ik lees dat er hier zojuist in Hilversum een loempia-kraam is gestolen. Nou, ja, echt. Moet niet gekker worden, nou, zeg. Zo gek is die Chinese maffia hier nu ook al actief? Ja, en wat staat er dan maandag weer op de voorpagina van de Telegraaf? Hè? Criminaliteit, Hilversum, de grootste criminele stad van Hilversum. Broertjes weet de loempia's niet te beschermen. Ja.
Dat is helemaal vreemd natuurlijk. Hè? Want de kroketten waren ook in één keer weg bij de raadsvergaderingen. Ja, die waren ook in één klap weg. En daar zat hij met zijn neus bovenop. Ja, het is armoed troef. Geen kroketten, geen lumpia's en geen drank. Ik heb trouwens een idee voor een leuke actie voor ons. Jij? Een leuk idee? Ja. Wat? Als we nou eens 30 dagen lang niet meer lullen over de politiek hier. Ja, dat vind ik een deal. Tja. Daar proost ik op. Proost. We zitten niet in de college. Ja, als laatste gast hadden we graag iemand van Leefbaar Hilversum aan tafel gehad, maar helaas iedereen is daar ziek of op vakantie. Gelukkig hebben we iemand anders bereid gevonden om aan te schuiven, iemand die ooit nog oprichter is geweest van die partij, maar inmiddels heel succesvol bezig is met de landelijke partij 50+, waarvoor hij momenteel in de Eerste Kamer zit. Hartelijk welkom, meneer Nagel. Meneer Nagel, als we de peilingen mogen geloven, gaat het hartstikke goed met uw partij, klopt dat? Dat is waar, maar dat zorgt ervoor dat je nog meer op je hoede moet zijn, hè? Want hoe hoger je reist, des te dieper kun je weer vallen. Ja, u wilt niet te vroeg pieken. Nou, je hebt het niet in de hand, maar... Maar bij een oudere partij kun je ook niet te lang wachten natuurlijk met pieken. Wat duidelijk is, is dat de mensen gewoon ontevreden zijn over deze regering. En met name de 50-plussers massaal onze partij steunen. Ja, maar u durft verder niet te hopen dat die peilingen ook helemaal uitkomen? Ja, waarom zou ik dat niet durven te hopen? Ja, nou, u wat een beetje voorzichtig. Ik ben nooit zo bang, nee. Oké. Uw partij doet straks niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom eigenlijk niet? Twee redenen. Wij hebben in de statuut opgenomen dat wij vinden dat de lokale politiek ook lokaal moet zijn. Ja. Dus niet door landelijke partijen. En ik denk dat er, kijk maar naar Hilversum, dat er overal in het land enorm veel goede lokale partijen zijn. Opgeteld zijn de lokale partijen het grootste van alle partijen. Ja. Dus waarom zou je die gaan concurreren? Wij hebben juist in de statuut opgenomen dat wij lokale partijen gaan steunen. We gaan lokale partijen steunen. Maar kijk, Hilversum is een vergrijzende stad, hè, eigenlijk. Dat zou toch heel belangrijk zijn dat er een partij zou zijn als 50+ die voor de ouderen zou opkomen? Nou, ik ga ervan uit dat de lokale partijen, of als er straks misschien één is, hè, als ze verstandig zijn, dat die zal zien wat er onder de ouderen leeft. Er gaan ook belangrijke dingen van landelijk niveau naar de gemeentelijke politiek. Wie dat goed doet, die kan een hele hoop stemmen halen. Ja, maar gaat u straks een stemadvies uitbrengen in Hilversum? Ik sluit niet uit dat wij mee gaan doen. Dat hangt natuurlijk af van het programma. Mee gaan doen in welke zin? Nou, dat we gaan steunen. En of dat nou plakken is van affiches of folders uitdelen. Oh, dan of zien we u op de markt met affiches voor Hart voor Hilversum. Wij zijn nooit de broert geweest om mee te helpen. Nee, maar heeft u wel een mening op dit moment over de lokale partijen? Ja, zeker. En ik volg het. Ik had de meneer Van Wisting, die had nog drie speerpunten over onder andere ouderenbeleid. Ja, nou kijk, ik vind in het algemeen dat met name lokale partijen, want die hebben geen binding aan landelijke partijen, dat die veel duidelijker moeten zijn, nog duidelijker dan nu. Ik vind ook Hans Roos, wat ik een goed politicus vind, te veel slagen om de arm houdt. Ja, en de heer Van Wisting is een wegloper, notabene lijsttrekker. Dus dat moet je afschrijven naar mijn gevoel. Ja. Maar ik denk dat het verstandig zou zijn als er volgend jaar één grote lokale partij meedoet. Onder de beste titel, onder de beste vlag. En met vier speerpunten. Een soort klavertje 4, dat brengt geluk. En als ze die vier speerpunten goed ontwikkelen, dan zouden ze best eens een keer de grootste van Hilversum weer kunnen worden. Ja, zoals dat in mijn tijd was. Maar als ik u hoor zeggen, u gaat alleen uw steun uitbrengen als er één grote lokale partij is. Nou, dat is niet absoluut een voorwaarde. Maar stel dat er nou drie lokale partijen zijn. Ja, nou, dan moeten we kijken naar de programma's. Dan wordt het voor die partijen dan? Wordt het wat lastiger. Ja. Maar ik zou ze adviseren, niet dat je iemand die weggelopen is gelederen moet opnemen. Die valt af, maar die doet misschien ook niet meer mee. Maar ik denk wel dat Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum verstandig moeten zijn. Eén lijst, één naam
En oude fusie een goede lijsttrekker. Ja hoor. Ja, nou, maar ik belang even tegen meneer Roos zeggen daar, want die was nog tuurlijk, niet zo, die was Roos, nog niet ver. Meneer Roos gaat groeien, let me meneer op. Meneer Roos gaat open, de Roos gaat open, ja. Okay. Zeker. Helemaal goed. Zoals ik in het begin al zei, u was oprichter van Leef bij Hilversum. Uw partij had onder uw leiding zelfs 14 zetels. Het moet u toch een beetje aan het hart gaan dat ze er nu zo slecht voor staan. Nou, dat is. Ik heb dat een aantal jaren geleden afgeschreven. U heeft ze afgeschreven een paar jaar geleden? Ja, toen heb ik bedankt als lid. Maar heeft u de partij toen ook afgeschreven? Ja, ik zag het fout gaan. U zag het fout gaan, dus u heeft niets. En als een lijsttrekker notabene bij zijn eigen partij wegloopt. Ja, dan ben je in een operettentheater terechtgekomen. En dat is niet de bedoeling van al die mensen die op die partij gestemd hebben. Maar net liet u de mogelijkheid nog open dat u eventueel uw steun ging geven aan een lokale partij. Zeker. En u zegt nu over Leef bij Hilversum, nou, niet dus. Nou, de heer Van Westing dus. De heer Van Westing. Die is weggelopen bij Leef bij Hilversum. Maar er is toch niks meer over van Leef bij Hilversum nu dan toch? Nee, en dat zullen de mensen in Leef bij Hilversum ook te denken moeten geven. Dus ik zou pleiten, als Hart van Hilversum met Leef bij Hilversum samen zou praten. Ja. En dan kies je de beste naam, je kiest de beste lijsttrekker. Nou, je doet u zijn voorzet. U heeft er verstand van, u heeft wel een aantal naar voren geschoven in het verleden. Als ik nog lid zou zijn van Leef bij Hilversum, ja, dan zou ik zeggen, laten we die gesprekken gaan voeren, ja, goede programmapunten inbrengen, kijken of de mensen van ons ook ergens een redelijke plek kunnen krijgen. Ja. Maar persoonlijk zou ik zeggen, ik vind Leonie Sasias een hele goede lijsttrekker, een bekende Hilversummer. Ik vind Hart voor Hilversum een prima titel. En probeer onder die vlag gezamenlijk één nieuwe partij te maken. Maar waarom zou je goede merk inruilen omdat je een fusie aangaat of wat dan ook? Zij zijn de beste op dit moment. En nou, laten we samenwerken dat die dus lokale partij weer de grootste van Hilversum wordt. En dat kan. Dat kan. Leefbaar Hart Hilversum. Zou ook kunnen. Zoiets zou kunnen. Zou kunnen, maar als het alleen maar Hart voor Hilversum zou zijn, zou ik persoonlijk daar geen enkele moeite mee hebben. Nee, ik hoor toch een zekere liefde voor die partij bij u. Ik vind dat ze het beste doen. U vindt dat ze En ja, daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Ik vind trouwens degene die nu voor Leef bij Hilversum in de raad zit, dat die ook hard werkt. Ja. En verdienstelijke dingen doet. Maar bundel de krachten in het belang van de Hilversummers. Maar ik begrijp even toch ook wel dat de zorg voor ouderen dus blijkbaar niet toevertrouwd is aan de andere partijen in Hilversum. Nee, want die zijn landelijk gebonden. Ja, maar dat wel goed. Kijk of het nou de provincie is of de landelijke politiek. Die mensen worden geconfronteerd met maatregelen die in Den Haag of in Haarlem zijn genomen. Ja. Die kunnen daar geen afstand van nemen. Maar ze kunnen wel plaatselijke invulling eraan geven. Ja, maar dat is ongeloofwaardig. Kijk, we krijgen straks dat de zorg op gemeentelijk niveau voor een belangrijk gedeelte geregeld gaat worden. Daar wordt op bezuinigd. En dan moeten die landelijke partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn, die moeten dat goed praten. Dus wat dat betreft. Maar ouderenzorg kan alleen bij een lokale partij goed vertegenwoordigd worden. Ik denk dat de lokale partij die volgend jaar de grootste moet worden, vier speerpunten zou moeten ontwikkelen. Ja, u bent het partijprogramma aan het schrijven voor ze, hoor. Nee, kijk, net als de heer Wiegel, erelid van de VVD. Ja. Ik ben de enige erelid van 50PLUS. Nou, dat is niet zo kunst natuurlijk. Wij geven allebei wijze adviezen en het is aan de anderen of ze daar wat mee doen. Ja. Maar als ik zo'n wijze advies zou mogen geven, dan zou ik zeggen, maak vier speerpunten, dat klavertje vier. In de eerste plaats, er is gebleken wat er onder de ouderen leeft. Ja. En met de zorg en met dat je blijvend kunt wonen in je huis en dat soort voorzieningen, maak daar een absoluut speerpunt van. Het tweede is, we moeten af van het idee dat er een conflict is tussen generaties. We hebben een gigantische leegstand van kantoren in Hilversum. Doe daar wat voor. Ga met makelaars praten, met anderen. En zorg dat er voor de jongerenhuisvesting komt. Een derde punt is, nu de koopkracht voor iedereen daalt, voorkom dat de komende jaren ook de gemeentelijke lasten zullen stijgen. Okay. Dat is uit de boze. En de vierde plaats, Leef bij Hilversum, Hart voor Hilversum. Behoud wat er nog over is van het mooie Hilversum. Zoals bijvoorbeeld nu met de Gooise Herberg. Als je die vier punten doet, moet je opletten, word je de grootste. Als ik u zo hoor, bent u eigenlijk nog hartstikke actief in de lokale politiek? Ik denk mee. En, als je goede hersens hebt. Hoe lang blijft u nog in de politiek, meneer Nagel?
Ja, dat hangt natuurlijk vanaf hoe oud ik word. Ja. Maar de levensverwachting stijgt steeds meer. Dus het is niet uitgesloten dat dat pas zal zijn als ik een leeftijd heb die je schrijft met 3 cijfers. Ja. U heeft mij nog een opmerkelijk feitje verteld. U bent straks als Kamerlid aanwezig op 30 april bij de kroning van Willem-Alexander. En het bijzondere is dat u als Kamerlid ook al aanwezig was bij de kroning van Beatrix. Ja, er zijn 225 Eerste en Tweede Kamerleden. En er zijn er 4 van, en ik ben 1 van de 4, die dat ook de vorige keer hebben meegemaakt. En wij vertellen aan de andere Kamerleden hoe dat gaat. Ja. Hè? Het is voor ons een routineklus. En die anderen zijn wat nerveus. Oké. En als ik u zo hoor, bent u straks ook als Kamerlid nog aanwezig bij de kroning van Amalia? Dat zou heel goed kunnen. Maar ik hoop dat ze geen haast maakt, want ik wil nog lang Kamerlid blijven. Oké. Nou, meneer Nagel, ik ga u in ieder geval heel veel succes wensen met alles wat u nog doet. Ja, mag ik één slotopmerking maken? U mag natuurlijk een slotopmerking maken. Ik ben een tijd hier niet geweest bij dit café. Nee. Ik moet zeggen dat ik genoten heb van de manier waarop het team het aanpakt en het programma wat ze presenteert. Ik vind dat echt klasse. Dank u wel voor het compliment, meneer Nagel. Het publiek is het met u eens. Zijn er verder nog reacties uit het publiek voor meneer Nagel? Weinig ouderen hier in de zaal, dus... Oké, hartelijk dank meneer Nagel. Het publiek ook bedankt. We zijn gekomen aan het einde van deze uitzending. We hopen u volgende maand allemaal weer te zien bij het volgende Politieke Café.